Plasterk had een fantastische column in de Telegraaf vandaag. Die heeft ons er nog even op gewezen, want we gaan er dan aan voorbij. Maar dat iedere Nederlander 4 miljoen of 4.000 euro betaalt aan de strijd tegen stikstof. Hè? Mm. Daar staat een waanzinnig bedrag. En ze laten rustig alle mensen honger lijden, in de kou zitten en naar de voedselbank gaan. Ja. Maar er zit wel, om mevrouw Kaag te pleasen, zit er geloof ik 60 miljard in een pakket om de stikstof tegen te gaan. En de mensen van Tata Steel die zijn aan het staken nu, omdat de Engelse vestiging die moet overeind gehouden worden. En er worden er hier waarschijnlijk 1.000 ontslagen. En dat Tata Steel in Nederland staat er alleen om Engeland in stand te houden en om al die gif over die mensen heen te strooien. Het is echt te gek voor woorden. Ja. En niemand zegt er wat van. Nou, mevrouw Stikstof Kaag, die zegt er ook niks van. Jij hebt dat heel vaak over. Dit is mijn functie in Nederland. Ja, ja. Applaus voor Johan Derksen. Wat staande ovatie! Ja, 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 ja! Ja, ja. Wilfred, doe de weef met die mensen. Doe we zo aan het einde.